Heb je ook dat moertje aangedraaid? Nou, gaat er een lampje branden, hoofdpiet? Gaat er ook geen lampje branden? Ja. Ja, dan gaat er bij mij ook geen lampje meer branden, dan weet ik het ook even niet meer. Oh, misschien dat boutje. Dat boutje, misschien ken je dat nog even. En dan boutje, en Sofie, en Sinterklaas, ja. Even, st, ik heb hoofdpiet aan de lijn. Oh, hoofdpiet, vraag eens hoe het met de boot gaat. Oh, ja. Hoofdpiet, Sinterklaas staat hier nu naast mij en die vraagt hoe het met de boot gaat naar Geert Ruinenberg. Zou wel goed zijn, hè? Ja? Oh, nee. Echt waar? Oh, alle pepernoten nog aan toe, dat is... ja, ik zal het doorgeven aan Sinterklaas. Ja, ja. Ja, hoofdpiet heeft zijn best gedaan, maar hij krijgt de boot niet aan de praat. Sterker nog, hij drijft niet eens meer. Hij drijft niet meer. Wat is dat nou toch voor flauwekul? Ik denk dat hoofdpiet een beetje overdrijft, dat zal het zijn. Nee, hij overdrijft helemaal niet. Kijk, Sinterklaas, het zit zo. U gaat altijd met de grote boot, hè, de grote pakjesboot, ja, vaart u naar het mooie Nederland. En als u daar dan aangekomen bent, stap u de volgende dag over op het kleine pakjesboot. En dan vaart u dan mee naar Geert Ruidenberg. Ja. En die kleine pakjesboot, die krijgt hoofdpiet dus niet aan de praat. En dat is toch verschrikkelijk nieuws, Sinterklaas? Verschrikkelijk nieuws? Ja, hoezo? Verschrikkelijk nieuws. Hoe moet dat nou, Sinterklaas, als de kinderen dadelijk denken dat u niet aankomt in Geert Ruidenberg? Niet aankomt in Geert Ruidenberg? Ja. Daar is geen sprake van. We komen altijd aan in Geert Ruidenberg. En is het niet met de boot, dan... Dus er gaan meer wegen naar Geert Ruidenberg, Raamsgroensveer, dan met de boot, hoor. Dus dat gaat goed komen. Maar dan staan die kinderen dadelijk allemaal daar in de haven te wachten. Dan kunnen ze toch misschien beter voor de buis gaan zitten wachten op ons? Voor de buis? Ja? Is dat een idee? En zoiets als toen we vorige keer uit het water gehaald waren, dat we ook zoiets... Ja. Nu kunnen we dan gewoon naar de kinderen toe, in plaats van dat ze naar ons toe komen. Hoewel, als we dan naar ze toe gaan in de straat, kunnen ze ook naar ons toe komen in de straat. Kunnen ze toch nog allemaal zien. Oh, dat zou wel heel erg leuk zijn. Dat is een goed idee, Sinterklaas. Nou ja, jij kwam er eigenlijk mee, dus ik vind... vind je het ook een goed idee? Ja, ja, nou ja. Een stuurman zonder boot is natuurlijk, daar word je niet vrolijker van. Maar ja, goed. Het belangrijkste is dat u natuurlijk naar de kinderen toe komt. Hé, hey, je hebt hoofdpiet nog aan de lijn, joh. Hoofdpiet, doe de groeten voor hoofdpiet. Ja, hoofdpiet, je moet ophangen, want anders gaat bel te goed op, zegt Sinterklaas. Ja, doei. Ja. Zo. Jebegod. Nou. Wacht. Dan gaan we weer verder. We gaan wel naar de kinderen toe in Geert Ruidenberg. Dat komt allemaal zeker goed, ja. Oké, Sinterklaas. Gelukkig, Sinterklaas. Dag hoor. Dag, Sinterklaas. Natuurlijk gaan we daar. Wat is dat nou toch voor onzin allemaal? Gelukkig. We zinnen er wel wat op. Dat zie je zo. Hoi, goed dat jij bent ingeschakeld bij SinTV voor een korte update. Want ik heb zojuist bevestigd gekregen dat Sinterklaas met zijn pieten op 14 november zekers te weten de kinderen in Raamsdonksveer en Geert Ruidenberg zal bezoeken. En vanaf 12 uur zal hij door de straten trekken om jullie allemaal een handje te komen geven. Ja, of... Misschien zijn de pieten al eerder in de straten te zien. Ja, dat is bij ons nog niet bekend. Maar houd dus zelf jouw straat goed in de gaten. En onze SinTV-redactie heeft trouwens opmerkelijke zaken ontdekt bij jullie in die straten. Ja, zo lijkt het erop dat de huizen met lieve kinderen gemerkt worden. Ja, wie het zijn, dat weten we niet. Maar er worden briefjes op de huizen geplakt. Zodat Sinterklaas precies, maar dan ook precies kan zien waar hij 14 november langs moet komen. Woehoe! Ja, nu komt het natuurlijk wel heel dichtbij. En onthoud goed. Alle kinderen kijken gezellig mee naar de BOPR, oftewel de bopper van SinTV. Och, jong, dingesman. Ga hier. Dingesman weg.
Haha. Ga je hier. Wat zouden jij nou toch allemaal hier? Ja, wat denk wat ben jij aan doen? Ik sta hier te kijken of er al pieten in aantocht zijn. Hè? Pieten. Oh, dat komt toch allemaal weer goed. Ja, kom maar goed. Wat doe jij hier dan? Nou, ik sta nog steeds gewoon anders in te zoeken. Die heb je nog niet gevonden. Die is nog steeds kwijt. Oh, is de vent nog kwijt ook? Nog steeds niet terug? Nog steeds niet terug, nee. Daar zeg ik, ja, ja, ik weet het toch ja, niet. Ja, nou goed, ik zal wel voor hem meekijken, want ik sta mijn eigen druk te maken voor die pieten. Hè, dat staan wij ons eigen allebei druk te maken. Ja, dat doe ik wel. Ja, natuurlijk, heb niet voor niks. Hè. Allemaal voor die Sinterklaas. Voor die Sinterklaas, want Christel heeft het goed uitgelezen, hè, die uitgeleerd, hè, die een bopper. Die een bopper, hè? Ja, dat heb ik heel wel horen zeggen. Ja, dat heb ik heel wel horen zeggen, maar dat moest ik nog vragen, want wat is eigenlijk precies een bopper? Een bopper ja? Is eigenlijk een verslaggever, een reporter, maar dan de beste officieuze pieterreporter. Oh, ja, bopper, ja. Beste officieuze pieterreporter, ja, dat zijn wij dan eigenlijk ook? Dat zijn wij eigenlijk zeker, maar dat is niet zomaar iets, hè? Want nee. Dat zijn belangrijke mensen, hoor. Ja, die brengen namelijk al het nieuws over Sinterklaas, maar dan met een positieve slag. Kijk. Met een positieve. Kijk, en daar hou ik van, hè? Jij kent er een paar van. Wat denk jij van meneer Aart? Des er ook in. Des er in. Ja, des er in. Diebertje Blok. Des er ook in van. Des er ook in. Des er ook in van. En dus ook die Christel te laat. Christel te laat. En mijn schoor, hè? Ja. Mijn schoor is er ook in, hoor. Wat dan? Ja, die is er ook in. Ja, die is ook altijd met Sinterklaas. Te laat is die, denk ik, vooral de plek van... Ja, daar vind ik niks. Ja, waar positief, is hij nou? Waar is ja, hij dat nou? Weet ik niet. Die is ook allemaal aan het kijken, denk ik, waar Sinterklaas blijft. Ja, dat is... Die heeft nog niet gehoord dat Sinterklaas dus wel komt. Nee, dat weet hij niet. Nee, precies. Dat weet hij toch niet? Oh, ja, nou goed, ik maak me eigenlijk wel zorgen over. Maar ik moet natuurlijk ook even goed uitkijken hier voor die pieten. Ga je voor school? Ja, en... Ja, ja, maar wij staan hier allemaal op hetzelfde plek te kijken. Ja, maar ik kan toch niet alles in de gaten houden hier, of wel? Nee, dat kan niet. En ga je ook in die andere straten. En hoe gaan we dan met die andere straten doen dan? Dat weet ik niet, maar ik heb geen tijd om ook nog op die andere straten naar te kijken. Ik kijk hier al. Ja, wie zou dat moeten doen dan? Wie zou te dan wel moeten doen dan? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Nou, ik ben benieuwd hoe het met Jin is en met Ize. Heb ik nou al een tijd niet gezien, hè? Piet, wil het een beetje lukken met de pakjes boot, jongen? Oh, en of het wil lukken, Sinterklaas? Ja? Ja, de notenolie is vervangen. De marsepeinenschijven, die zijn ook vervangen. De bandjes, die zijn weer opgepompt. En de tank, die zit vol met warme chocolademelk. En Creabeer heeft nog eventjes de raampjes verklapt van de stuurers. Dus... Deze boot vaart weer als een pepernootje, Sinterklaas. Dat is fijn om te horen, zeg. Jullie hebben goed je best gedaan, zie ik al. Heerlijk. Nou, dat stelt me weer gerust. Maar, Sinterklaas, ik heb nog eens even nagedacht, hè. Over Ramsdorpsveer en Geert Ruinenberg. Nu de boot dus niet naar de haven komt... en u dan alle kindertjes op 14 november toch wilt bezoeken. Ja, nou, ja. Ik denk dat verder geen probleem wordt, hoor. We gaan gewoon die straten in en we gaan ze allemaal... Als het RIVM het goed vindt, gaan we ze allemaal een handje geven, toch? Ja, maar zoals Sinterklaas, wat ik me nu afvraag... Hoe weten de kinderen nu dat u in de buurt bent? Of in ieder geval aangekomen bent? Onze popper van de Sint-TV, die is er niet. Dingeman en Jont zijn schoor aan het zoeken. Dus ja, die kunnen ook maar één straat in de gaten houden. Wie moet dat nu doen? Ja, nou, dan moeten de kinderen zelf maar de straat in de gaten gaan houden. Dat die boppers worden. Dat die boppers worden, die worden de beste officieuze pieterreporters die we ons kunnen voorstellen. Toch? Als boppers. Zij wat meewerken? Nou, dat is een goed idee, Sinterklaas. Die kinderen zullen goede boppers zijn. Ja, toch? Dat lijkt me een fantastisch idee. Zo, reken maar dat ze klaarstaan om te kijken. Oh, ja. Leuk. Maar, als ik alleen nog even nadenken, hoe kunnen we het nou het beste doen? Als we nou eens aan Hoofdpiet vragen of hij contact opneemt met Dingeman. Want Dingeman kan al die kinderen bereiken. Dat doet hij perfect altijd. Meestal wel. Als hij dat nou eens vraagt, hè, Dingeman. Ja. Dan al die kinderen boppers worden. Zo, nou, dat wordt toch fantastisch. Ja. Wil jij dat regelen, Creabea? Ik ga dat doen. Ja? Ja? Niet vergeten, hè? Nee, ik ga contact opnemen. Oh, dat wordt hartstikke leuk. Ja, echt? Dat gaat goed komen. Ja, super. Top. Oké. Okay. Nou, dag hoor. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas.
het hobbelt hier een beetje. Ik ben er weer. Ik hobbelt hier een beetje op de markt hier. Met al die kinderkopjes, hè. Of niet, Dani? Hè? Ja, het hobbelt hier heel erg. Wat dat betreft, weet je wat ik aan Sinterklaas wil vragen eigenlijk? Nee. Nee? Ik wil eigenlijk wel een stukje laminaat vragen. Dat hij hier even een stukje laminaat neerlegt. Want het hobbelt. Als je hier met de rolstoel overheen rijdt, je komt er als een milkshake vandaan. Echt waar. Maar goed, daar hebben we het wel over Sinterklaas. Ken je die nog? Ja. Dat is alweer bijna een jaar geleden, hè? Ja. Was jij ook bij volgens mij? Weet je nog vorig jaar, voor de televisie, dat hij aankwam ook hier in Geert aan de Merg? Weet je nog dat hij in het water was gevallen? En nou had hij vorig jaar beloofd dat hij dus ook weer, nou, hier naar Geert aan de Merg gaan we eens vissen komen. Weet je dat ook nog, dat hij beloofd had? Of hoop je het vooral? Ja, dat hoop je wel natuurlijk. Hij hoopt het, ja, dat snap ik ook. Ik hoop dat ook. Nou heb ik daar wel goed bericht over, want ik kan het al gelijk van deze verklappen. Sinterklaas komt dus wel naar Geert Ruidenberg en Ramingsveer. Joepie de? Poepie. Poepie, goed zo, precies. Daar heb ik het al heel graag. Hè. Is alleen één klein detail. Normaal komt hij altijd met de? Boot. Boot, ja precies Dani. Hij weet het. Het is een kenner, hè? Dames en heren, het is een kenner thuis. Dus inderdaad, een boot. En normaal komt hij met de grote boot van Spanje naar Nederland. Weet je ook, hè? Dat is altijd meestal op zo ongeveer zaterdag, hè? Als allemaal qua reis goed uitkomt, zaterdag komt hij in Nederland aan, weet je, hè? Ja. Dan komt hij van die grote boot, stapt hij over s'nachts op een kleine boot. En met die kleine boot komt hij dan naar Geert Ruidenberg, Ramingsveer. Nu heb ik alleen een beetje, dat is dan een beetje slecht nieuws. De boot, de kleine boot, is kapot. Die is kapot. Die is kapot. Ja. Ja. Dus hij komt niet met die kleine boot. Maar toen dacht ik en met mij dachten, oh ja, als dat maar goed komt. En er waren zelfs een beetje vervelende grote mensen, weet je wel. Die zeiden, ja, dat komt hij helemaal niet. Hij komt zonder boot, dat komt hij helemaal niet. Nou, dat is niet waar. En dan heb ik alleen nog één vraag. Ja, ik weet natuurlijk niet zo goed hoe dat hij hier naartoe komt. Maar hij heeft ook gevraagd dat we vooral in de gaten houden, willen houden voor de televisie. Of dat jullie de pieten al zien. Zou jij daarmee willen helpen? Dat je bijvoorbeeld hier op de markt of thuis bij jou in de straat. Heb jij al eens pieten gezien bij jou in de straat, toevallig al? Ja. Een hele heb jij er al gezien? Ja. Ach, dat ben je niet. Hoor je dat? Er zijn al pieten gezien. Nou, dat is hartstikke goed. Dan ben jij misschien wel al een beetje een soort pietenreporter. Hè? Een soort reporter die als ze pieten zien, dan trek jij aan de bel. En dan maak jij er een berichtje van en dan geef jij het door aan ons. Vind je dat een goed idee? Ja. Want daar ben ik blij mee, want als we dat weten, komt het helemaal goed. Dus wou ik eigenlijk alle kinderen wel vragen of jullie ook, als jullie pieten zien, geef het even aan mij door. Ja? Prima. Kun je gewoon op het telefoonnummer doorgeven en dan stuur een filmpje of een filmpje, dat is een goed idee. Of een foto als het even kan. Ja? Ja? En als je, mag je ook gewoon even doen dat je op de uitkijk staat, hè? Dat je zo staat uit te kijken. Kun jij, doe je eens even zo? Ja? Of niet? Ja, dat komt helemaal goed. Ik denk jij sowieso een van de beste pietenreporters bent die ik ken. Echt een bopper. Beste officieuze pietenreporter ben jij, bij deze. Is hij bopper. Wil jij ook bopper worden? Oké. Helemaal goed doen. Pak even de telefoon van papa en mama, even netjes vragen natuurlijk. Maak even een filmpje dat je er mooi staat uit te kijken. Zo, of niet zo, want dan zie je niks, hè? Zo, altijd zo. Toch? Zo zie je niks. Nee, precies. Zo kijken en dan als je iets ziet, zo, hè, dan kan je het filmpje zo, stuur je er even naar het telefoonnummer, het filmpje sturen, foto sturen. Worden wij blij van Dani of niet? Ja. Ja. Zien wij elkaar dan 14 november weer? Kunnen we namelijk, kan ik je ook even vertellen, vanaf 12 uur kun je precies in de gaten houden waar Sinterklaas naartoe gaat. Dat is fijn, hè? Ja. Ja, dat willen we allemaal weten. Nou, oh, ik ben toch zo blij, hè, met Dani, met al die andere kinderen, maar vooral ook met Dani, zeker weten, absoluut. Oh, komt het toch weer goed van het jaar. Dankzij jou ook weer. Even high five en ik zeg joepie de? Poepie. Poepie, oké. Hey, joepie. Nou, ga ik weer even verder zoeken, ja? Ja. Hey, dankjewel, Bopper. Ja. Bopper, ja.